Vandaag in het Hart van Brabant Nieuws. Tilburgse docent Bas Jongenelen doet promotieonderzoek naar humor uit 1561. Bas Jongenelen is docent Nederlands bij Fontis en promoveert op een bijzonder onderwerp. Als Neerlandicus ben je natuurlijk al veel bezig met oude literatuur, maar voor zijn promotieonderzoek bestudeerde Bas oude humoristische teksten. En niet zomaar oude teksten, maar ook nog eens uit een vrij specifieke periode. 1561 en de humoristische teksten uit dat jaar waren nog nooit echt goed onderzocht. Wel de serieuze teksten, de meeste teksten uit 1561 zijn heel serieus en religieus en belerend. En daar had men eigenlijk nooit echt goed naar gekeken. En toen dacht ik, ja, wauw, dat ligt daar dus gewoon. En kon ik daarmee echt aan de slag. Bas Jongenelen kreeg een beurs om zijn onderzoek uit te voeren en bestudeerde een hoop teksten uit het jaar 1561. Natuurlijk zijn er veel verschillen, maar toch zijn er ook overeenkomsten te zien. Ja, nou, overeenkomst is onder andere dat er in 1561 staan we aan de vooravond van de 80-jarige oorlog. Dat wisten ze toen nog niet, maar wij nu wel. Dus we zien dat de repressie toeneemt en de censuur neemt toe en er is druk en er is alsnog wat. En hoe ga je daarmee om in de humor? En dan zijn er dus mensen die dus bewust zich inhouden. En ik denk dat dat nu ook eigenlijk is. Dat cabaretiers bijvoorbeeld, die maken weinig grappen over lastige onderwerpen. Dus cartoons maken over de islam, weet je, kun je beter niet doen. Want voor je het weet staat er een woedende menigte voor je deur en word je gelyncht. En dat was in de 16e eeuw was dat ook, aan het eind van de 16e eeuw. Veel humoristische teksten uit die tijd zijn in de loop der jaren gedigitaliseerd en dus goed vindbaar. Toch wordt er doorgaans weinig aandacht aan besteed bij het bestuderen van de literatuurgeschiedenis. In de standaard literatuurgeschiedenis, in de literaire kanon, komen dit soort teksten bijna niet voor. Dat werd gewoon niet, ja, dat waren wat malle grappen en zo, weet je, dat is niet serieus. Dus we gaan nu serieuze teksten gaan behandelen. We gaan nu Joost van de Vondel gaan we doen en Karel en de Elegas en dat soort dingen. En ik denk, ja, dat is terecht dat die behandeld worden en dat die gelezen worden. Dat is hartstikke leuk, dat is goed, dat is heel erg mooi. Maar er is meer. Er zijn ook rare teksten die een beetje viezig zijn, die een beetje raar zijn, waar je ook eigenlijk niet achter komt van wat gebeurt daar nou eigenlijk. En dat zijn die humoristische teksten. Over het algemeen de 16e eeuw, ik specificeer me op 1561, maar in mijn lessen pak ik dat een beetje breder. En die gebruik ik. En dat is toch eigenlijk wel vrij nieuw. Er zijn weinig collega's van me, misschien wel nul in Nederland, die tijdens les literatuurgeschiedenis zo'n gedicht met veel poephumor met hun studenten of leerlingen lezen. Dan sta je als docent en je bent als docent toch een serieus iemand. En wat jij zegt, dat is dan toch waar. En als je het op bord schrijft, dan is het helemaal waar. Dus jouw leerlingen nemen dat over. Dus als je dan gaat zeggen, ja, weet je, we hebben hier een gedicht over twee mensen en die gaan met elkaar naar bed. En dan gaat iets mis en hij scheidt het hele bed onder. Dat vindt zij zo vies dat ze over hem heen kotst. En daarna gaan ze in bad. En dan wil even twee een scheet laten, maar er gaat iets mis en er komt meer mee dan alleen die. Dan drijven de brokken tussen haar borstkens, staat er. Ja, weet je, ik kan me voorstellen dat je als serieus docent in andere kan. Ja, literatuurgeschiedenis, dan moet je bij voorkeur een moeilijk gezicht bij trekken en een pijp bij roken. Literatuur, hè? Flauwekul. Literatuur is gewoon, dat is leuk. Literatuur is seks, drugs, rock and roll. Literatuur is geinig, is gek, is raar. Kortom, dat wat het leven leuk. Je gaat ook liever, als het naar de film gaat, gaat ook liever naar een gave film dan naar een saaie film. En dat is met literatuur ook. Ondanks zijn promotieonderzoek blijft Bas Jongenelen gewoon doorgaan met zijn huidige baan. Nederlands doseren aan docenten in spe. Nee, dit project is gewoon klaar. Strikje erom. En dat was het.